Hallo kijkers en Turkijs, goed nieuw video. In deze video ga ik weer een challenge doen op Minecraft. Je hebt heel veel manieren om door te gaan in Minecraft. En het leek me leuk om eens een video te maken om in een bepaalde periode tijd om zoveel mogelijk keer door te gaan. Maar dan steeds op een verschillende manier. Dus zoek even een plekje hoe we door te kunnen gaan. Ik weet al een plekje. We regenen weer omdat we weer full voetbaar hebben, maar zometeen gaan we toch dood. En dat was dus al de eerste manier. En nu moet ik nog een andere manier zien te vinden. En daarvoor heb ik al een plan. Ik verzamel gewoon eerst even heel veel dirt. Ik denk vanaf 25 blokjes naar beneden vallen dat je dan al wel dood bent. Dus ik moet in totaal 25 blokjes hoog bouwen. Dan heb ik misschien ook ergens in de hoek een dead count gaat plaatsen. Zo, nu hebben we al genoeg blokjes, zeker. Wel een mooi uitzicht. Ik hoop ergens een woestijn te vinden, want daar is een cactus en dan kan ik ook makkelijk doodgaan. Maar even springen en voilà, dat is al de tweede dood. De derde dood is verdrinken, zeker. Hier een gat graven, afwachten. Ja hoor, de hartjes gaan al naar beneden. En het is de bedoeling dat we steeds op een andere manier doodgaan, dus niet steeds dezelfde. Dus hierdoor gaan we niet meer dood, want dat hadden we al gedaan. Oh, lava. Dat is ook een manier om dood te gaan. Huppla, de vloer is lava, letterlijk. En ja, zoals je ziet speel ik ook mijn eigen custom texture pack. Dus sommige dingen zijn anders, maar de meeste dingen zijn nog gewoon hetzelfde. Ja, kijk, de varkens zijn ook anders, dus denk ik. Zo lijkt het meer op de varken van Minecraft Story Mode, denk ik. Ik weet niet of het wel daarop lijkt, want ik heb eigenlijk nog nooit Minecraft Story Mode gespeeld. Oh ja, kan ik doodgaan door lama's, want ze spugen. Hey, ja, daar. Spuug maar lekker op mij. Een keer. Kom op. Ja! Oké, was alleen maar een lama. En plaats al deze blokjes. En dan afwachten. Oké, in het chat hebben we al. Hoe we er al 6? Laten we misschien 10 doen of zo. Een paarden. Nee, door paarden kun je niet doodgaan, denk ik. Staat de wereld al op hard, staat weer op hard zetten, dan is het iets makkelijker om door te gaan. Tenage, ik weet niet zeker, kun je doodgaan door geen eten te hebben of tenage gewoon een half hartje overhoudt als je niet eet. Oh yes, zombies. Kill me. Zombies hebben ook rode ogen. Oh, dat is nu al dood. Oké, oh, spider, die hadden we ook nog niet gehad. Kill me, spinnen, spiders. Lijkt me leuk om die kant op te gaan, de berg op. Man, laten we ons sterven door het Enderman. Oh, uiteindelijk kreeg de creeper dan toch nog alle eer. Hallo. Pak mijn skeleton. Nog één shot. Jee. Oké, in de chat kunt je heel veel zien. En pak me. Oh nee, half hartje. Ja, mijn skeleton die telt niet mee, want die hebben we al gehad. Enderman. Oh, weer de skeletons. Die vind ik hier. Die ga ik even slaan. Hey, ik ben boos. Ja, vermoord me maar. Eet me maar lekker op. Oké, die hebben we ook gehad nu. Wacht, ik denk als ik gewoon hier maar laat verbranden, dat er ook iets is, maar niet door de lava, maar gewoon door vuur. Dus even vuur doe je werk.
Wind-up in flames, oké. Die hadden we ook al gehad. Oké, tijd om de video af te sluiten, dus de challenge is gedaan. Ik weet niet welke score we hebben, maar dat zie ik wel in de editing. En bedankt voor het kijken naar de video. Geef deze video ook al een like als je de video leuk vond. En laat even weten in de reacties wat je meer wilt zien. En vergeet ook het belletje niet te rinkelen, want dan vergeet ik wel het belletje rinkelen. En dan zie ik je terug bij een volgende video dus. Bye bye.